De eerste helft van de 18e eeuw geldt als bloeiperiode voor het kerkorgel in Nederland. Overal in het land verrezen indrukwekkende instrumenten. Steden wedijverden zelfs met elkaar om wie het mooiste orgel bezat. Ook in Haarlem was er behoefte aan een nieuw instrument. De bestaande orgels in de Sint-Bavokerk bevonden zich in een slechte staat en voldeden niet meer aan de muzikale eisen die inmiddels werden gesteld. Het grote orgel dateerde nog uit de middeleeuwen. In 1733 liet het stadsbestuur al het pijpwerk eruit verwijderen. Die klus werd uitbesteed aan Christian Müller uit Amsterdam. Een jaar later werd een nieuwe stadsorganist aangesteld, Hendrikus Radeker. Deze jonge organist wist samen met burgemeester Cornelis Silvius de vroedschap te overtuigen om een groot en spraakmakend orgel te bouwen in de Grote of Sint-Bavokerk. Radeker kende Müller en het is aannemelijk dat hij een belangrijk pleitbezorger is geweest voor de opdrachten aan hem. De ambities in Haarlem waren groot. De Haarlemse burgemeesters wilden een orgel dat eer zou doen aan de grootte en de schoonheid van de Sint-Bavokerk. Nadat de Haarlemse vroedschap had ingestemd met het plan van burgemeester Silvius, tekende Christian Müller en beeldhouwer Jan van Lochteren op 2 mei 1735 hun contracten en kon het werk beginnen. Om het orgel te kunnen plaatsen werd de hele westwand van de kerk vrijgemaakt. 3 glasvensters werden verwijderd en er werd een nieuwe fundering aangebracht die het tonnenwegende orgel zou kunnen dragen. In de vleeshal naast de kerk werd een werkplaats ingericht. De verwachtingen waren hoog gespannen. Hoe zou Müller dit grootse project aanpakken? Voor het orgel dat Müller voor ogen stond, moest tegen de westwand van de kerk een immens grote kast worden gebouwd. Op deze tekening van stadsbouwmeester Hendrik de Werf is te zien hoe het orgel er volgens de aanwijzingen van Müller uit zou komen te zien. Het uiteindelijke resultaat zou dit ontwerp nog ruimschoots overtreffen. Het orgel werd uitgerust met maar liefst 2 32 voets registers. 1 ervan is de principaal, waarvan de pijpen werden opgesteld in het orgelfront. Een 32 voets register van het type Prestant is samengesteld uit pijpen van gigantische lengte. De pijp bijvoorbeeld die klinkt vanaf de lage C van het pedaal is inderdaad 32 voeten, ofwel bijna 11 meter lang. En er is al gauw 200 kilo tin in verwerkt. We hebben trouwens nog een 32 voetsregister, dat is de bazuin. Die bestaat ook uit heel grote, zware pijpen. Die kun je niet zien aan de buitenkant. En de pijpen die hangen in het orgel. Anders zouden ze misschien onder hun eigen gewicht bezwijken. Dit is hem. Ik laat hier ook de laagste C horen. Daar is die. Het is duidelijk dat Haarlemse opdrachtgevers en Christian Müller zelf ook natuurlijk erop uit waren om hier het meest indrukwekkende orgel ooit te bouwen. Het plaatsen van de enorme baspijpen in het orgelfront had grote gevolgen voor het orgelmeubel als geheel. Om alles in verhouding te houden, moest de hele orgelkast opgetrokken worden tot aan het kerkplafond. Zelfs de ontwerptekening had daar niet in voorzien. Müller bepaalde zelf de opbouw van de orgelkast. Dat is ook begrijpelijk, want de fraaie geometrie van het ontwerp is ingegeven door de functionele indeling van het instrument. De kas is maar enkele meters diep, maar de hoogte is vanaf de grond 29 meter. Dat is vergelijkbaar met een flatgebouw van 10 verdiepingen. Het stadsbestuur van Haarlem liet er geen twijfel over bestaan. Dit nieuwe orgel moest in schoonheid alle bestaande orgels overtreffen.
Voor het snij- en beeldhouwwerk werd dan ook de beroemde meesterbeeldhouwer Jan van Lochteren uit Amsterdam benaderd. Van Lochteren maakte meer dan 25 levensgrote beelden van bijbelse en mythische figuren. Op de betaaltoren staan koning David en psalmdichter Asaf. Een bazuinspelende vrouw en man flankeren ter linker en rechterzijde het orgel. En verdeeld over het hele front hebben allegorische figuren en musicerende putti een plaats gekregen. Het orgel is bekroond met het wapen van de stad Haarlem, vastgehouden door twee reusachtige leeuwen en voorzien van de wapenspreuk Vicit vim virtus. De moed heeft het geweld overwonnen. Aanvankelijk ontwierp Van Lochteren ook een reliëf voor de nis onder het orgel. Maar dat ontwerp werd afgekeurd. Het was de Haagse kunstenaar Jean-Baptiste Xavery die een marmeren beeldengroep maakte waarin de vroomheid, de dichtkunst en de muziek ontmoet. Het uitzonderlijk rijke uiterlijk van het hele orgelfront is een triomf van architectuur en sculptuur. Hoewel het monumentaal van afmetingen is, is de uitstraling niet plomp of massief, maar rijzig en elegant door het accent op de verticale lijnen. Tussen de hoofdkas en het rugpositief bevindt zich de werkplek van de organist. Alles rond de speeltafel is uitgevoerd in kostbare materialen. Eppenhout, parlemoer, schildpad, ivoor en verguld snijwerk. Dit zijn de klavieren van het orgel. 3 voor de handen en hieronder 1 voor de voeten. Elk klavier is in feite een orgel op zichzelf. We spreken ook wel van werken in de zin van een autonoom werkend mechanisch systeem, zoals ook in uurwerk. Dit klavier is het bovenwerk, dit is het hoofdwerk. Dan hebben we hier het rugwerk, verbonden met het gedeelte van het orgel waar je als organist met je rug naartoe zit. En hieronder het pedaal. Als je beneden in de kerk staat, kun je prachtig de indeling in die verschillende werken zien. Müller deelde het orgel strak en systematisch in. In het hoog oprijzende middengedeelte zijn duidelijk de boven elkaar geplaatste werken te onderscheiden. Het bovenwerk, het hoofdwerk en het rugwerk. Aan weerszijden geflankeerd door 2 enorme pedaaltorens. We hebben hier historisch gezien te maken met een orgel in Noord-Duitse barokstijl in de geest van Arp Schnitker. Dat was een heel beroemde Duitse orgelbouwer. Kenmerkend voor die instrumenten was dat elk klavier, inclusief het pedaal, beschikte over een complete waaier aan orgelklankkleuren, waarbij alle soorten registers vertegenwoordigd waren. Prestanten, tongwerken en fluiten. Bovendien waren al die registers zo op elkaar afgestemd dat je er eindeloos mee kon combineren. Er zit een prachtige ordening in. Van binnen naar buiten neemt de toonhoogte van de registers toe. Aan deze kant zitten de registers van de prestantenfamilie. Aan de andere kant rechts alle tongwerken en de fluiten. Ik ken eigenlijk geen orgel waar alles zo ordelijk zijn plaats heeft als hier. Er zijn ook echt verschillen tussen het Müller-orgel en de orgels van de Noord-Duitse orgelschool.
Die laatste is qua klankesthetiek nog heel sterk geworteld in de 17e eeuw, terwijl het Müller-orgel als het ware vooruitblikt in de tijd. De fluiten klinken bijvoorbeeld heel galant en alle grondstemmen bij elkaar vormen een warm klanktapijt dat doet denken aan het latere 19e eeuwse symfonische orgel. Dit alles maakt het Müller-orgel uniek, in die zin dat je hier feitelijk alles kunt spelen. Mijn vroegere leraar Piet Kee die sprak over het Bavo-orgel als het eerste universele orgel van Europa. Het begeleiden van de psalmzang was een van de hoofdtaken van de organist. In onze streken werd luid gezongen, ook heel traag. En de mensen maakten er allerlei trillers bij. En het was de taak van de organisten om het kerkvolk met zijn spel bijeen te houden. Dat vroeg om een robuuste begeleiding. En onze orgels waren ook uitgerust met registers speciaal bedoeld om de melodie van de psalm zo duidelijk mogelijk te laten uitkomen. En zo'n register hier heet cornet. Ik zal het laten horen. Er was één specifiek register dat zelden ontbreekt op Nederlandse orgels uit die tijd en dat was de Vox Humana. De Vox Humana heeft een speciale bekervorm. Zeg maar dat buikje, die vorm van die beker, is specifiek ontworpen om bepaalde klanken te geven, bepaalde boventonen te bevoordelen en andere juist weer niet, waardoor er een soort menselijke stemimitatie ontstaat. De nabootsing van de menselijke stem, althans het register dat die stem beoogde te imiteren. Luister. Je denkt hierbij nog niet direct aan zingen, maar de bedoeling was dat je die wat kale, kelige klank aanvulde met wat wollige registers als de baarpijp en met een nasaal register, de quintadeen. En dat je daarbij ook nog een mechaniekje genaamd de tremulant trok. Let op wat dat doet met de klank. Er ontstaat een vibrato. En we kunnen ons nauwelijks voorstellen dat de mensen in die tijd eigenlijk compleet gebiologeerd waren door dit geluid. Ze kwamen, als ze hier in Haarlem waren, af op de roem van de Vox Humana, de Haarlemse Vox Humana, eerder nog dan dat ze het orgel als geheel wilden gaan beluisteren. En het schijnt zo dat ook Händel, die dit orgel tweemaal heeft bezocht, bijzonder gecharmeerd was van de Haarlemse Vox Humana. De vaste bespeler van het Christiaan Müller-orgel bekleedt de functie van stadsorganist van Haarlem. Een functie die dateert uit de 15e eeuw. Deze organisten werden aangesteld door het gemeentebestuur en zijn dan ook in dienst van de stad Haarlem. Sinds de oplevering van het Christiaan Müller-orgel in 1738 bekleden slechts 13 organisten deze functie. De functie van organist hier heeft twee onderdelen.
één daarvan is het spelen of het laten bespelen van het orgel bij allerlei representatieve gelegenheden. En ook de concerten waarvan ik in feite de programmeur ben. Maar zondags worden hier ook kerkdiensten gehouden. Dan moet het orgel ook bespeeld worden. En dat moet de stadsorganist ook doen. Dus je hebt hier in Haarlem de unieke situatie dat een organist in dienst van de burgerlijke gemeente bij religieuze bijeenkomsten aanwezig moet zijn. Bij de oplevering telde het orgel 4.295 pijpen en was daarmee het grootste orgel ooit gebouwd. Na enkele restauraties heeft het orgel inmiddels 5.000 pijpen. Het orgel wordt onderhouden door de Zaanse orgelbouwer Flentrop. Naast de periodieke onderhoudsbeurten wordt het orgel vooral in het concertseizoen wekelijks gestemd. Dan kan ik hier. Daar is hij te laag. Daar is hij te hoog. Daar is hij goed. Ja. In de loop der tijd werden de orgelkas en de frontpijpen ernstig vervuild door uitwerpselen van dwergvleermuizen. Deze beschermde diertjes doen op zolder van de kerk hun winterslaap en fladderen in de zomer vrijmoedig rond in de kerkruimte. Er is nu een manier bedacht om de dieren naar een alternatieve slaapplaats te lokken. Het ziet er naar uit dat deze methode werkt. Nu het orgel niet meer wordt bevuild, heeft de gemeente Haarlem aan Flentrop Orgelbouw de opdracht gegeven om de orgelkas schoon te maken en de frontpijpen te restaureren. Het hele orgelfront is in 2020-2021 leeggehaald. Met uitzondering van de grootste exemplaren werden de frontpijpen één voor één naar beneden getakeld en naar de werkplaats in Zaandam vervoerd. Hier werd de oude tinfolie verwijderd, oude lijmresten weggepoetst en waar nodig restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. De nieuwe tinfolie werd vervolgens op maat gesneden en verlijmd op de pijpen. Daarbij werd teruggegrepen op een historische manier van verlijmen door gebruik te maken van eiwit. Er waren heel wat eitjes nodig om dit werk te kunnen uitvoeren. Heel zorgvuldig is alles weer herplaatst in de orgelkas. Daarna konden de orgelbouwers zich richten op de grootste pijpen die ter plaatse moesten worden behandeld. Nadat het overtollige eiwit was weggewreven, ontstond een rimpeloos en schitterend resultaat. Slechts één vleermuis is achtergebleven, vereeuwigd op een van de frontpijpen. Na 8 maanden was de klus geklaard en kon het orgel weer gezien en gehoord worden. De aantrekkingskracht van het Mühle-orgel was van het begin af aan groot. 2 maal nam Georg Friedrich Händel plaats op de orgelbank en was vol lof over het instrument.
Ook de 10-jarige Mozart bespeelde het orgel en raakte onder de indruk van zijn schoonheid. Tal van beroemdheden zouden in de loop der tijd hun voorbeeld volgen. Elk jaar trekken de beroemde stadsorgelconcerten bezoekers aan van over de hele wereld. Deze concerten worden gehouden op dinsdagavond en donderdagmiddag in de periode van mei tot en met september. In diezelfde maanden vervult het orgel natuurlijk ook zijn rol tijdens de kerkdiensten van de protestantse gemeente Haarlem. Om de 2 jaar wordt tijdens het internationale orgelfestival een improvisatieconcours gehouden voor jonge organisten. Het geldt als het meest toonaangevende in de wereld. Het Müller-orgel in de Haarlemse Bavo is een uniek orgel. Een kroonjuweel dat het muzikale landschap blijvend verrijkt.